En had u een afspraak? Ja, ja. Ja, had u de registratiekaart van het ziekenhuis mee? Ja. 212, dus die kant op, naar 1 naar boven en welke 2B is die kant op. Ja, ik ga eerst even naar boven. Ja, prima. Oké. Dankjewel. We gaan nu naar de IC een patiënt ophalen. En de afspraak is dat wij die zelf ophalen, zodat we aan het bed bij de patiënt de overdracht kunnen krijgen van de IC-verpleegkundige. Baby, waar ligt die? 6. Ben jij Sonja? Ja. Oh, hoi. Ik mis alleen een schort hier. Schort? Oh, kijk. Is dit jouw bril? Ja, dat ik. Die is ook schoon, maar... En we doen dadelijk een kapje op als we hierheen gaan, een kapje bij meneer op. Dan hoeven wij onderweg niet zo heel veel spannends. Even grote leegzaam, meneer Lohman. Ik ben verpleegkundige van de longafdeling. Ik ga u zo meenemen naar onze afdeling. Ja. Hoe gaat het? Ja? Nou, ik moet zeggen, als je het zo ziet, dan blijft zijn entitel wel een beetje hetzelfde. Ja. Dus misschien is het ook wel prima voor hem zo, hoor. Gewoon even proberen. Als het nou laat me doen. Lager wordt, dan ja. En bij twijfel, dan doe gewoon even gasje. Ja, is goed. Oké. Okay. Is het niet gek dat jullie nu zonder pak hier weer uitlopen? En net was het nog met pak. Ja, is best verwarrend, hè? Daar hebben we ook een beetje moeten uitzoeken gaandeweg. Ik denk dat de meeste mensen al weten dat je dit virus overdraagt als je elkaar aanraakt, hè, of via druppeltjes. Nou liggen deze mensen allemaal aan de beademing. Hè, dus die hebben een buisje in hun keel en op dat buisje zit een filter. Dus daar kunnen geen bacteriën of virus eigenlijk doorheen. Als je zo iemand verzorgt en je moet ze uitzuigen en je moet ze wassen, dan moet je helemaal in het pak. Maar als je alleen maar een kamer binnenloopt om bijvoorbeeld iets aan de machine te veranderen, er zijn geen virusdeeltjes daar in de lucht, dus dan hoef je niet helemaal beschermd. Maar ik raak wel apparatuur aan, dus ik doe wel handschoenen aan en daarna was ik mijn handen weer goed. En dat vonden we best spannend in het begin, want ja, wij hebben ook gezien wat jullie ook gezien hebben op televisie, allemaal astronauten pakken en al die IC's in andere landen. Maar we hebben dit zo gedaan en we hebben eigenlijk onder het personeel geen of nauwelijks besmettingen gehad. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat sterkt ons ook in het idee dat we het gewoon goed doen zo. Ik ga even mijn collega wat vertellen, hè, over waarom je hier gekomen bent en zo. Goed? Dat is goed. Ja, het was een zware periode en ik vond het mentaal met name een zware periode. Het zijn totaal andere patiënten dan dat we gewend zijn. Deze ziekte kennen we helemaal niet. En als je ziekte niet kent, ja, dat maakt, dat is net alsof je aan een auto moet gaan sleutelen die totaal nieuw voor je is, zonder dat je de gebruiksaanwijzing hebt. Je moet gaandeweg alles ontdekken. Nou hoor je ook steeds wat meer bekendheid over het virus zelf, steeds meer achtergrond en op dat moment wisten we dat nog allemaal niet. En als je nu wel nagaat, denk je wel van Jezus, het is echt, hoe kan dat? Dat je met zo'n virus je hele lichaam eigenlijk overhoop krijgt eigenlijk. Het begin was heel hectisch en ook heel heftig. Te veel mensen die tegelijk overlijden. En dan in combinatie met hard werken, weinig slapen, ja, dan zit het soms toch wel zit het hoog. En je maakt er soms toch wel echt hele schrijnende dingen mee. Ook echt aandoenlijke, zielige verhalen van vier mensen die een bridgepartijtje gehad hebben en er nu alle vier niet meer zijn. Weet je, dat soort, dat gebeurde in het begin, had je heel veel van dat soort verhalen. Ja, meerdere patiënten zijn wel bijgebleven, maar ook wel een patiënt waar ik heel dichtbij stond. Waar ook een hele familie bij betrokken is geweest. En ja, dat, ja zeker. Ja. Waarom is die patiëntje zo bijgebleven? Ja, het is een collega die hier ook in het ziekenhuis werkt en die bij mij in de straat woont. Dus die ken ik privé ook.
En ja, daar heb ik zoveel voor kunnen betekenen. En ik krijg nog steeds dagelijks berichtjes van de hele familie en kaartjes en bossenbloemen. En ja, de dank van hun is ook heel groot. En dan, ja, dat is zo mooi om mee te maken. En dat voelt gewoon echt... Ik heb ook tegen hun gezegd, ik ben sowieso blij om verpleegkundige te zijn. Maar ja, als je dit soort dingen berichtjes terugkrijgt, dat is echt ja, is hartverwarmend. Hallo. Goedemorgen. Ben je er weer? Ja. Daar ben ik weer. Maar nou weet je wel wat moet zeggen, hè? Hoe ziek bent u geweest? Ja, ziek geweest volgens mijn vrouw en kind. Maar zelf heb ik toch weinig van gemerkt. Ik werd 's avonds gebeld toen vastgesteld was dat papa corona had. Werd ik gebeld via FaceTime. En toen hebben we nog met z'n vieren gefacetimed. En dat was wel heel heftig. Dat je dan te horen krijgt dat je vader corona heeft. En dat het zo slecht is dat hij naar het ziekenhuis moet. Kunt u zich daar nog iets van herinneren, van die intensive care? Ja, de laatste dagen toen mijn zuurstof eraf ging. Hoe was dat? Ja, dat was een hoogtepunt eigenlijk. Ja. In het begin wel spannend van hoe gaat het dan? Zullen we maar wat doen? In één keer raken. Ik ben al lang blij. Ja, dat was altijd gisteren anders. Ja. En laten eigenlijk mensen zoveel mogelijk zelf doen, zodat we een kracht weer op kunnen bouwen. Als het mogelijk is. Hoe voelde u zich toen u uit die coma kwam op die IC? Ja, ik voel me echt als een knock-out geslagen iemand. Want je spieren, maar alles is slap en niet meer zoals voorheen. En een hoop afgevallen. En in het hoofd is het ook niet helemaal helder. Ik weet niet meer precies wat dat precies is. Data en... Mochten bij de IC, mochten wij, voordat papa geïntubeerd werd, mochten wij naar papa toe, mama en ik. Ja, dan zie je vader wel vechten voor zuurstof. Dus dat was wel naar. Maar toen papa dus in coma lag, dat was eigenlijk voor ons, ja, dat klinkt heel gek. Maar dat was eigenlijk wel fijn, want dan had hij gewoon rust. Dan leek het alsof hij gewoon lekker aan het slapen was. Dus dat was wel heel fijn. Wil je zelf dubbel checken? Ja, dat lijkt me heel fijn. We gaan je zo in slaap maken eventjes. Goed? Even een roesje. Is het niet lastig om te blijven praten tegen iemand die in coma is? Nee, eigenlijk niet. Want we zijn daar heel erg aan gewend. Ja, dat is een beetje hoe wij standaard met mensen omgaan hier. We praten altijd tegen patiënten alsof ze gewoon helemaal bij zijn. En als we iets gaan doen, leggen we uit wat we gaan doen. We vragen aan ze om iets te doen voor ons soms. Als ze dat niet doen, dan soms dan geven ze een pijnprikkel om te kijken hoe diep ze nou weg zijn. Deze patiënt is heel diep weg. Maar dat is hoe we met mensen omgaan. Ja. Is het terecht dat intensive care een beetje de hoofdrol speelt in deze coronacrisis? Dat weet ik niet. Want de meeste zorg voor die COVID-patiënten wordt juist op andere plekken gegeven. Door de huisartsen, door de verpleegafdelingen. Dus eigenlijk is het niet terecht dat de focus zo op de IC ligt. Het is toch een beetje ongemakkelijk. Het is niet helemaal eerlijk. Merk ze. Hey, jullie ook. Doei. Nou. De afdeling waar ik naartoe gaat is A22. Nou, meneer is teruggekomen van de IC. We gaan hem nou installeren op de kamer. En kijken hoe het met hem gaat. Leg maar op de buik, ja. Dus ze hebben gisteren of vanmorgen testjes afgenomen. En dat wordt morgen nog een keer herhaald. Dus we wachten de tweede ronde af en dan om te kijken of u inderdaad het coronavirus bij zich draagt. Dat is het. Ja. Zullen ze vandaag wel doen? Ja,
Ja, maar dan moet ze 24 uur tussen zitten. Goedemorgen. Hoe is het met u? Ja, het gaat. Het gaat, ja. Mag ik even uw vinger? Zuurstof is goed. 100% keurig. Terwijl u plat ligt, hè? Ja, door de goede zorg hier, mag ik wel zeggen, anders was ik er niet meer geweest. Want u bent behoorlijk ziek geweest, hè? Ik heb ook in een hypnotie gezeten. En nou gaat u revalideren, hè? Een Sint-Maartenskliniek, ja. Ja, ik weet niet wat dat inhoudt, maar ik ben bang dat ze me op een soort middag geven. Het wordt hard werken. Ja. Het heeft me wel wat gedaan. Ik heb 3 zoons, maar die hebben het zo geweldig gedaan. De hele familie was onder indruk. Ik kan wel nog uit. En wat is familie dan belangrijk, hè? Oh. Ik denk dat u nou 3 weken hier bij ons bent. En ik denk iets van 4-5 weken wel op de intensive care. Het is voor jullie denk ik ook bijzonder dat mensen hier zo lang liggen, hè? Ja, je krijgt echt een band met mensen. We gaan dadelijk ook even afscheid nemen op de intensive care, hè? Ja. Om te kijken, want u heeft het natuurlijk helemaal niet zo meegekregen. Je ziet wel, we zijn nou de hele ochtend eigenlijk al bijna 2 uur met deze meneer bezig. En op 2 kamers verder gaat iemand eigenlijk best wel slecht. En je staat eigenlijk met z'n 2 en er zijn nog 6 anderen. Die eigenlijk ook zo'n zorg hebben. Dus en dan gaat de telefoon. Het is een drukke dag. Ja. Met Janine, afdeling longziekte. Zo, ga ik heel even de bloeddruk meten. Hoe is het met de benauwdheid? Nou, ik heb net gehoest en dan ben ik wel heel kort aan. Mevrouw Hannert, hoe gaat het met u? Nou, net voor ik hierheen kwam had ik wel echt hoge koorts. Was ik heel benauwd. Veel hoesten. Ik vond op een gegeven moment kortademigheid wel beangstigend. U krijgt nu zuurstof. Dat helpt, hè? Ja, dat is fijn. Ja. Nou, dan zijn we dag. Ik kom terug in het hokje. U komt bij mij bezoeken. Ja, waar u mijn leven gered hebt. Ja. Heb ik hier gelegen? Ja. Jongen. Als je dat ziet, dat je dat overleeft, hè? Ja. U kunt zich hier niks van herinneren, hè, van deze kamer? Nee, helemaal niks. Ik zeg, ik heb misschien maar gezeten toen ik binnenkwam. Die 2 die aan de loket stonden, die stuiven naar mij toe, die grijpen me. En ik denk dat ik dacht, film weg. Ja. Dus dat is alle minuut geweest. Ja. Onbegrijpelijk, ja. Nee, ik ben jullie zo dankbaar. Ja. Er zijn geen woorden. Het is voor ons natuurlijk heel erg leuk om te zien als mensen zo opknappen en dan weer terugkomen en hun verhaal hier komen vertellen. Dat is natuurlijk fantastisch leuk. Mensen, hartstikke bedankt. Tot ziens. Bedankt voor alles. Tot ziens, hè. Ik heb er geen woorden voor. Doei. Tot de volgende keer. Bedankt, hè. Doei. Doei. Gaat-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaat u weer 1, 2, 3. Jullie hebben meneer net gedraaid. Hoe zorg je nou dat hij lekker comfortabel ligt? Ja, mensen die op de buik liggen, die hebben heel veel kans op doorlichtplekken. En wij gebruiken hier, we veranderen de houdingen van de ledematen. Maar we gebruiken ook shellmatjes en we gebruiken kussens. En ja, we draaien het hoofd geregeld, zodat hij wel steeds net een beetje anders ligt. Ja, het is een hele bijzondere tijd, een hele bizarre tijd ook wel. Ik denk dat het pas voorbij is als er een vaccin is of een medicijn. En ik denk tot die tijd moeten we ons echt wel een beetje aan de regels van een RIVM houden. Want zoals het druk als het geweest is, dat wil je eigenlijk niet weer. Ben je er bang voor dat er weer... Ja, ik er wel. Ja. Moeten we anders samen even kijken? Zullen we even op de sport zetten? Ja. Net zoals wat we op de Dam gezien hebben, ik vind het ook heel spannend. Wat gaat er gebeuren nu? Want als ik nog een keer zo'n golf ga krijgen als nu en stel dat die nog een stuk hoger is, dat er nog meer patiënten komen door ons gedrag. En dat is nog steeds de angst van alle intensive care dokters. Als de piek nou zo hoog is dat we gewoon
niet meer de middelen hebben om die mensen te verplegen, ja, dan moeten we dus keuzes maken. En dat kan zo hard zijn dat we zeggen van, oh ja, u bent vorige maand 70 geworden. Ja, mensen tot 70 behandelen we me daarna niet meer, want daar hebben we geen plek voor. Ja, dat kun je toch niet voorstellen? Hè? Dat is echt een nachtmerrie. Ja, dat is echt, daar krijg ik wel slaaploze nachten van. Als wij iets zou hebben en de mensen zou kunnen helpen en zorgen dat het niet meer gebeurt, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ik denk dat we iets heel belangrijks hebben gevonden. Dus toen kwam ik thuis en ik zoek op wat dat virus precies doet en in één keer viel het kwartje. Wij denken dat we hier nog vrij uniek werk aan het doen zijn. Yeah, we are getting all the proposals that researchers have for projects related to COVID. And we are looking whether this is feasible. We are checking whether similar research is done elsewhere and whether it's better to combine research efforts between different departments, different hospitals, and also across different UMCs in the country. So our role is mainly to check whether we can expand certain studies to avoid fragmentation in very small studies. Control group, eh? Okay. Heb je ook al plaatjes van de patiënten? We hebben gezien dat vitamine K eiwitten die betrokken zijn bij het ernstige verloop van corona, dat daar een probleem zit. We hebben ook aan kunnen tonen nu dat bij de mensen die het slecht doen, dus mensen die of doodgaan op de afdeling of uiteindelijk op de IC aan de beademing komen, dat daar de vitamine K staat, zoals dat heet, dus zeg maar de spiegel van vitamine K in het lijf, echt beduidend lager is dan bij de mensen die het goed doen. En zeker bij de mensen die niks mankeren of gezonde vrijwilligers van vroeger. Dus er lijkt een relatie te bestaan tussen hoe lager je vitamine K, des te meer problemen je zou kunnen krijgen. En sterker nog, juist ook omdat bij die risicogroepen die een hogere kans hebben om een ernstige COVID te krijgen, ook de vitamine K lager is, zou een volgende stap zelfs kunnen zijn dat je zegt, misschien moeten wij wel in de hele bevolking gewoon gaan kijken naar hoeveel vitamine K. En zeker bij die mensen die nu al rondlopen met hart- en vaatziekten en met diabetes, of daar ook niet extra vitamine K moet worden gegeven om dit soort ellende allemaal te gaan voorkomen. Dus iedereen die corona krijgt aan de vitamine K, zou ik zeggen. Ik hoop dat het de toekomst gaat worden. We gaan een onderzoek doen om te kijken of we dat veilig kunnen gaan geven. Of we veilig vitamine K kunnen gaan geven aan patiënten die corona hebben en die opgenomen worden in het ziekenhuis. Want kan vitamine K ook slechte effecten hebben dan? Bij mensen die geen corona hebben, die kunnen dat, bijna iedereen kan het veilig nemen. Dat is één belangrijke uitzondering. Mensen die bloedverdunners van de trombosedienst gebruiken, die mogen absoluut geen vitamine K gebruiken. Want dat kan de werking van die middelen tegengaan. Andere mensen die geen corona hebben, daarvan is bekend dat die veilig vitamine K kunnen gebruiken. Maar van coronapatiënten is het niet bekend of we ze veilig vitamine K kunnen gaan geven. En dat willen we gaan onderzoeken in een studie waarbij we de helft van de patiënten vitamine K willen gaan geven en de andere helft placebo, niet werkzame stof. En u heeft iets te pakken, denkt u, hè? Dat denken we wel, ja. Ik denk dat de gegevens die we nu hebben verzameld, dat die inderdaad internationaal inderdaad wel een verandering van het denkpatroon teweeg kunnen brengen. That's it. That's the BCG. Ongeveer 130 miljoen kinderen krijgen ieder jaar de BCG-vaccin bij geboorte, vooral in de ontwikkelingslanden. Ja, en nu denkt u dat dat vaccin ook iets kan doen voor corona? Kan het corona voorkomen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. We hopen natuurlijk, maar dat durven we nog niet te zeggen. Dit is een heel nieuwe ziekte. Wat wel aangetoond is in eerdere onderzoeken, is dat BCG-vaccin kan beschermen tegen andere soorten luchtweginfecties. Tegen gewone griep, tegen verkoudheid enzovoort. En op basis van deze oude data, oude studies, we hebben ook een aantal studies gedaan de afgelopen 7, 8 jaar met dit, die bevestigen dat eigenlijk de luchtweginfecties en ook de virusinfecties een minder ernstig beloop hebben bij mensen die BCG hebben gekregen.
hebben we de hypothese gebouwd dat misschien kan BCG-vaccinatie ook tegen COVID-19 helpen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat zou heel mooi zijn, maar ik durf dat niet te hopen. Natuurlijk, wij hopen allemaal, maar we moeten ook heel objectief blijven. Het kan wel helpen, maar het kan net zo goed zijn dat het geen enkel effect heeft. The actual vaccine is a very complex and large endeavor. Only a few multinational companies have the infrastructure to develop them. So you need large infrastructure that is kept in prepared for these kinds of situations. They were used for Ebola, for other epidemics, and we don't have the means. But we are working on many other things, the treatment, in the modulation of the immune response, and there we can provide quite a significant contribution. Maar is het niet raar en misschien ook misschien wel zelfs een beetje gevaarlijk om dat wat we nu allemaal willen hebben, dat vaccin tegen corona, in handen te leggen van commerciële bedrijven? Ja, there are certainly risks in the World Health Organization has seen that and has kind of standing collaborations and contracts with these companies, and they have quite good agreements. For example, that during the crisis, so the health emergency, the vaccine is sold for a non-profit price, and that all countries will be delivered in the same way. So in this way, we have quite a good support also from these companies. The vaccine is certainly the best option in the end. We don't know how long it will take to have a successful vaccine. And in the meantime, a successful treatment, perhaps with a drug that is already available, might have a large impact on the disease and how it is handled in the society. Kijk, je hebt alles al op orde. Ik weet nog precies waar ik zat. Ik zat in de auto en ik had al bedacht dat die longen aan het lekken waren met Hans van der Hoef hier, de professor, en de mensen die waren aan het praten. Er moet iets zijn met die bloedvaten, er moet iets lekken. En één keer dacht ik, lekker bloedvaten. Ik verrek, dat zijn die patiënten die ik ook wel eens zie met dat hele zeldzame ziektebeeld. En in één keer begreep ik, dat lijkt er wel heel sterk op. Stel dat dat stukje nou in die longen zou afspelen bij die patiënten. Zou dat dan kloppen? Dus toen kwam ik thuis. Ik zoek op wat dat virus precies doet. En in één keer viel het kwartje. Wij denken dat we weten hoe dat werkt met dat vocht. Dat we daar ook iets aan kunnen doen. Ja, en u denkt dat te kunnen doen met een bestaand medicijn? Ja. Klopt, dat medicijn wordt gebruikt voor mensen die een zeldzame ziekte hebben waarbij de bloedvaten lekken. En dat middel, dat kunnen we gebruiken bij COVID. Ja. Nou, opgelost. Nou, dat is nog wel een weg te gaan. Dus ik denk dat we een heel goed nieuw stukje hebben gevonden om de mensen te kunnen beschermen. Dat ze in ieder geval niet zo ziek worden dat ze allerlei problemen krijgen. Zoals bijvoorbeeld trombose of fibrose, zoals dat dan heet, verlittekening van de longen. Dat we dat allemaal kunnen voorkomen en zelfs ook de IC-opname. Dat is heel belangrijk. We denken dat we daar een stukje hebben. Dat we de mensen uit het ziekenhuis houden, dat denk ik niet. Maar als ze erin zijn en ze komen in het ziekenhuis, dat we voorkomen dat het nog erger wordt. Hebben al die regels die we nu hebben, die coronavoorzorgsmaatregelen, hebben die nou eigenlijk ook nog effect op hoe makkelijk u een onderzoek kunt uitvoeren? Ja, yeah, for certain things, of course, we need a certain number of patients or a certain number of people at risk to get infected. And if those numbers are low, then we don't have enough numbers to get our results. Dus ze zijn eigenlijk te weinig ziek nu? Yes, for many studies that is. So the studies take longer, or we have to collaborate with colleagues in places where there are still many patients, and that we do. Ik zou met u meelopen met alle spullen, anders wordt het wel lastig, denk ik. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, hoe ziet het er goed uit? We hebben ons wel fris vanochtend. Ja. Heb je wel de bril bij u? Wat een luxe, hè? Zou ik de tas dragen of de rolstoel? Wat heb je Maakt mij niet uit. En zit er ook een onderscheid in of het schone was of vuil was? Dit is vuil was. Dit is de vuil? Ja. Ah, oké. Okay. Wel thuis. Wel thuis. Ja. Tot ziens. Ik wil wat vertellen, want ik heb heel goed nieuws. Je gaat morgen om 10 uur wat je verwacht in het SMK. Oh, wat goed! Ja. De Maatskliniek. Sint-Maatskliniek, ja. Oh, om 10 uur wat je daar verwacht. Oh, dat is echt heel goed, hè, Bob.
persoon ontmoet, daar moet ik geen naam komen. Ik kan beginnen. Ja. Het revalide. Die... Nou. Oh. Waarom bent u er zo blij mee? Omdat, ja, voor mezelf het revalideren dan eigenlijk begint. Ik heb iedereen op de hoogte gesteld, dus iedereen weet ervan. Dus iedereen gaat de papieren nu alles klaarmaken. Rozen. Ja. Daar bent u. Ik kom u ophalen. Ja. Ja. Kunt u nog een paar pasjes zetten? Ja. Lukt dat zo, meneer Rozen, of wilt u er al later? Nee, ik schuil me daar wel heen. Mag u hier komen zitten? Ik ben niet zo heldhaftig. Nee, u gaat heel hard. Hij klets je nu de oren van het hoofd, maar zo was het dus niet. In het begin helemaal niet. Nee, nee. En was natuurlijk ook nog heel moe, heel veel meegemaakt, een beetje somber. Ook het dag- en nachtritme helemaal door elkaar gehaald. Door op de intensive care hebben ze geen, ja, op sommige kamers echt geen daglicht. En ze liggen aan de beademing, daar weet hij ook niks van. Dus voor die mensen is eigenlijk dag en nacht precies hetzelfde. En dan zien wij hier dat mensen het echt wel, 's nachts echt wakker liggen. En overdag moe zijn. Proberen we natuurlijk door een dagritme, een dagschema te houden, dat wel in stand te houden, dat ze overdag tenminste op zijn. Ze hebben ook een heel druk programma met de fysiotherapie, de ergotherapie, de logopedie. Dus we hebben ook echt, we houden ons echt aan rusturen. Maar ja, en met, af en toe moeten we een beetje bijsturen met medicatie. Ja, zijn schoondochter zei het al, en hij zegt het zelf ook, dat hij een fitte, sterke kerel was. Ja, ja. En nu kan hij amper lopen. Ja, ja. Zijn spierafbraak is echt enorm. Mensen die sowieso als je al een dag, want dat proberen we hier ook gewoon bij de schone, gewoon normale patiënten. Als mensen ziek zijn, toch eigenlijk wel in ieder geval dag 2 en meteen uit bed te halen. Want spierafbraak gaat best wel snel. Niet meteen zo acuut natuurlijk, maar ja, toch word je, ben je verzwakt en kun je minder. En moet je nagaan als mensen echt lang aan de beademing liggen, ja, kunnen helemaal, moeten echt van vooraf aan weer beginnen. Dus hij moet helemaal weer gaan revalideren. Ja, ja. Ja, echt slappe beentjes, zei hij. Vooral de benen zijn het laatste, die spierkracht. Die moet hij echt nog trainen. Ligt u goed zo? Ja. Godverdomme. Ik word bang dat ik eruit val. Meneer Roos, het allerbeste, hè? Hey. Heel veel sterkte. Bedankt, hè? Ja, graag gedaan. Succes. Zet hem op, hè? Even kijken of je de bos kan laten. Dag, meneer Roos. Goeiedag. Hey. Succes met alles. Bedankt voor alles, hè. Dan kun je nog lang zwaaien. Ik blijf nog lang in beeld. Hoe is dat, Janine? Dat hij nu weg is? Ja, dat is wel raar. Ja, ja, wel fijn. Je hebt echt een geweldige man. Heel veel humor. Ja, die mensen hebben echt al lang hier gelegen. Dus je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. En vooral in het begin dacht, ja, zat hij echt in de stoel. Kon hij nog niet veel. En nou de humor en lachen en... ja, je zag straks toch wel emoties natuurlijk, want er gaat heel veel door hem heen. Maar mooi om nou zo weg te laten gaan. Ja.